Martin Scheurs van de VVD is vandaag woedend weggelopen bij een debat tijdens een politiek café. De Woerdense wethouder werd kwaad tegenover het CDA tijdens een discussie over de verkoop van het Arsenaal en de Bredius-schuur door de gemeente. Oppositieleider en CDA-fractievoorzitter De Jong zou volgens wethouder Scheurs onterecht het handelen van het college in twijfel trekken. De discussie gaat over het feit of algemeen bekend is dat de panden wel aan Woerdenaren verkocht moeten worden en tegen welke voorwaarden. Om mij nu te verwijten dat ik niet weet wat er in Woerden gebeurt, zou ik aan meneer Scheurs... Hij heeft het van de eerste dag af geweten dat het aan een Woerdenaar verkocht zou worden, want het is van het begin af aan kenbaar gemaakt aan alle kanten. En dan durven te zeggen dat dankzij het CDA het nu aan Woerdenaar gaat. Nee, dat is niet waar. Dat is een volkomen verkeerde interpretatie. Dat is uw interpretatie, meneer Schreurs. Ik heb hier alleen gewezen op de correspondentie die ik vanuit het college in aanleiding van onze vragen heb ontvangen. En ik durf wel de stelling aan dat de initiatiefgroep een belangrijke rol heeft gespeeld in die bijdrage. Maar voorzitter, ik zal hier niet de emoties nog hoger laten oplopen. Meneer de voorzitter, we zitten in de raadsvergadering. Meneer Scheurs, u gaat weg? Waarom bent u boos, meneer Scheurs? Kan ik daar een korte reactie op krijgen? Nou, omdat er dingen gezegd worden die buiten de waarheid zijn en daar kan ik niet tegen. Wat bedoelt u precies? Nou, zoals ik het net gezegd heb. Kunt u nog één keer aan de voorkant heb ik verteld dat wij het Arsenaal aan een Woerdenaar zouden verkopen en dat het nooit en dat het voorwaarde was dat er maatschappelijke culturele instellingen een substantieel deel daarvan gebruik konden maken. En als dan het CDA op deze manier reageert, dan vind ik dat politiek onkies. Is het dan ook netjes om nu weg te lopen en niet over een discussie te gaan? Nou, ik denk dat het niet goed is, omdat het nu een ja- en nee-spelletje wordt. En dat is nooit goed voor de discussie. Dank u wel. We hadden het in dit politieke café over de situatie van het Arsenaal, waar wij al de afgelopen maanden ons heel hard voor hebben gemaakt. En blijkbaar vond hij dat mijn bijdrage daarvan niet recht deed aan, zoals hij definieerde, de werkelijkheid. Nou, dat klopt volgens mij niet, want ik heb schriftelijke antwoorden gekregen op vragen over het Arsenaal. En die vertelde ik, dat was het enige. Ik probeer mij altijd heel diplomatiek en respectvol te uiten. Nou, dat deed hij op dat moment niet. Ik heb daar toch ook respectvol op gereageerd. En u moet dat echt aan hem vragen wat hij daarvan vindt. U heeft er toch een mening over, want het is een middag waar gedebatteerd wordt. Ja, ik betreur dat natuurlijk, want wij als CDA en ik als persoon zijn altijd heel actief in Woerden geweest om goede dingen voor de stad te doen. En daar hoort geen kissenbis niet bij, dus dit wat mij betreft ook niet. Ja, hij voelde zich kennelijk in zijn eer wat dat betreft aangetast en is vertrokken. Maar is dat dan een manier om te reageren zo? Het is een debat, het is een politiek debat. Het is een café, daar moet gediscussieerd worden. En nu loopt er een wethouder weg uit een discussie. De wethouder was geen onderdeel van de discussie, werd erbij getrokken. En constateerde dat er verhalen werden verteld die niet klopten. Het is gewoon heel moeilijk en zeg maar, dat wil ik zeg maar, in zijn verdediging dan zeggen. Van, het is gewoon moeilijk als je zelf ervan overtuigd bent dat de feiten op een bepaalde manier liggen. Om dan andere feiten terug te horen en dat er een beeld wordt geschetst. En dat gebeurt natuurlijk continu als je in zo'n positie zit. Hè. Ik heb Bernard de Jong net horen zeggen dat er een publiciteitscampagne was op de website van de gemeente Woerden. Dat was gewoon één berichtje wat prematuur was inderdaad. Maar van een campagne was helemaal geen sprake. Nou, dat soort dingen gebeurt heel vaak. En dan is het nog wel eens lastig inderdaad om een beetje je rust te bewaren. Ik vond hem niet professioneel. En daar ben ik dan heel duidelijk in. En ik vind het ook heel jammer dat het zo liep. Want het is natuurlijk een man die zich ontzettend inzet voor de belangen van deze gemeente. En dan vind ik het jammer als het zo gaat. Maar daar spelen kennelijk ook andere factoren een rol die zich even voor mij als onbekend zijn. Maar dit is natuurlijk niet goed dat je als wethouder zo reageert. Ja, ik denk dat de wethouder misschien gefrustreerd is over dingen die in zijn portefeuille zitten, waar hij een erfenis heeft gekregen. Of waar meneer de Jong misschien meer dingen wist en dat niet helemaal vertelt hier. Dat de wethouder dat ook niet kan vertellen. Nou, ik kan het ook niet helemaal luchten. Maar het was in ieder geval, ik zou zeggen, niet verheffend.
Ik vind het ook niet passen in een politieke setting waar je gewoon met respect voor elkaars mening moet omgaan en moet kijken naar de inhoud. En dit is weer zo'n voorbeeld waar de toon van de muziek toch weer leidend is. En dat is wat mensen ervan zien en dat vind ik jammer, want het hoort te gaan over de inhoud. Heb je informatie of nieuws voor de redactie? Mail dan naar redactie@woerden.tv.